Ik denk dat ik ook als kunstenaar zoek naar afwisseling, ook voor mezelf, zeg maar. Dus omdat ik eerst heel veel digitaal werkte, miste ik het weer om met mijn handen te gaan werken. Dus op die manier ben ik mezelf ook weer gaan eigenlijk heruitvinden. Dus door van het digitale af te stappen, maar niet helemaal. Het is nog altijd verwerkt in mijn werk. Het heeft altijd daar wel de beginsel. Ik ben er daar wel ruimtelijk gaan werken en ook nu maquettes aan het bouwen. En voor de Biennale bijvoorbeeld een installatie. Maar het gaat allemaal wel rond hetzelfde beginpunt zitten.